Dossier Mozaqua blijft de gemoederen in Gulpenwittem bezighouden. Raadsleden willen nu antwoorden en hebben een extra raadsvergadering ingelast. En 68-jarige man uit IJsselmargaten verdacht van kindermisbruik. Goedenavond, dit is het Heuvelland Nieuws van dinsdag 11 juni. De discussie rondom het zwembad Mozaqua blijft in Gulpenwittem het gesprek van de dag. De raad heeft inmiddels een extra raadsvergadering aangevraagd waarin het college zich zal moeten verantwoorden. Vorige week vrijdag zijn er namelijk stukken naar buiten gekomen waarop te zien is dat de schetsen voor de woningbouw op het terrein van het bad al in augustus 2023 klaar waren. Dat is dus voordat het onderzoek naar de toekomst van het zwembad af was. Het college ontkent eerder dat er schetsen waren. Ja, en die veelbesproken stukken zijn door het college nu vrijgegeven. En daarin is te zien dat in een eerste versie van een presentatie die aan de gemeenteraad en pers gegeven zou worden, schetsen te zien zijn van woningen. Tijdens de daadwerkelijke presentatie zaten de schetsen er niet meer in. En zo zag die presentatie er eerst uit, let op dia 13 en 14, waar eerst nog een plattegrond en 3D-tekeningen te zien zijn. In de definitieve versie zag die dia's er zo uit. De 3D-schetsen en plattegronden zijn dus weggehaald. Wel melden meerdere raadsleden aan Heuvelland vandaag dat zij zich niet kunnen herinneren de schetsen gezien te hebben in de presentatie. Dat zou dus betekenen dat ze eruit zijn gehaald. Waarom is nog onduidelijk. De gemeente wil niet voor Kamer van Heuvelland vandaag reageren. Zij willen wachten tot de extra ingelaste raadsvergadering waarin dit onderwerp besproken wordt. Ja, meer over Mozaqua uiteraard altijd te lezen op heuvelandvandaag.nl of in de app. Bij nieuws houden we u uiteraard op de hoogte. En dan ander nieuws. De gemeente Vaals krijgt een nieuwe plaatsvervangend griffie. Hier ziet u hem. Tom Dijkmans heeft gisteren de eed afgelegd en is daarmee officieel aan zijn functie begonnen. Dijkmans was voordat hij griffie in Vaals was onder meer plaatsvervangend griffie in Veldhoven en assistent griffie in de gemeente Helmond en Kranendonk. In Vaals is al lang een discussie rondom de griffier. De vorige, Roger Friese, stapte begin dit jaar op omdat hij vond dat er veel mis was met de manier waarop de raad naar de griffie kijkt. Zo schreef de Limburger destijds. Hij stapte na 3 weken al op. Ja, een 68-jarige man uit IJsselmargaten wordt verdacht van kindermisbruik in de Filipijnen. Het zou gaan om 2, mogelijk 4 kinderen waarmee hij ontucht gepleegd zou hebben. Ook zou hij kinderporno hebben vervaardigd. Dat bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Roermond. Zijn voorarrest is verlengd omdat er vluchtgevaar is en omdat er kans is op herhaling. De man uit IJsselmargaten kwam in beeld door een zogenaamde NCMEC-melding. Dat bestaat uit een wereldwijd netwerk om kindermisbruik tegen te gaan. En dan nog meer politiek. De gemeente Valkenburg en de Geul heeft de zogenaamde kadernota gepresenteerd. Dit is een doorkijkje naar de plannen die de gemeente voor de komende jaren heeft. Belangrijkste doel voor de wethouder gaat de Valkenburger merken dat er in alle kernen van de gemeente gewerkt gaat worden. Een van de belangrijkste punten is dat de gemeenschapshuizen meer geld gaan krijgen. Ja, we willen dat toch doen voor een stukje leefbaarheid te verankeren. En we stellen dan ook voor aan de raad om die verankering om te zetten in een wat meer structurele subsidie voor gemeenschapsvoorziening en gemeenschapshuizen. Maar helaas is het niet alleen maar goed nieuws. De afvalstofheffing zal duurder worden, maar voor de rioolheffing kan het nog wel eens zijn dat u goedkoper uit bent. We zien dat de verwerking van afval steeds duurder wordt. Dus die afvalstofheffing moet helaas voor het vastrecht met 30 euro per huis per jaar omhoog. Gaat het om de rioolheffing, dan hebben we gezegd die brede staffel van 0 tot 200 kuub, waarbij iedereen, ongeacht of je de hele week geen water gebruikt of iedere dag, 183 euro betaalt. Dat vond de gemeente toch wel wat fors. Vandaar dat we nu een andere, eerlijkere staffel gaan voorstellen die wat kleiner is, zodat iemand die minder water verbruikt ook minder betaalt. En dan is er nog de vraag van het ravijnjaar. Waar de financiën er voor dit jaar goed uitzien, heeft de wethouder nog altijd te maken met het zogenaamde ravijnjaar 2026. In dat jaar krijgen alle gemeentes in Nederland minder geld van de overheid.
Toch is dat ravijn in Valkenburg in ieder geval nog niet in zicht. Ja, op dit moment is er bij ons nog geen sprake van een ravijnjaar. We hebben nog steeds goede hoop dat we samen met het Rijk eruit gaan komen en dat ook na 26 voldoende middelen worden begroot. Ja, als alles wat wij nu voorstellen door de Raad wordt overgenomen, hebben we een hele kleine min in 2026 van 28.000 euro. Maar we zien weer een wat grotere plus in 2027. Dus incidenteel hebben we een min en 28.000 euro op een begroting van 65 miljoen, die gaan we wel vinden en desnoods vragen we de gemeenteraad de reserve in te zetten. En dan nog het weer. Morgen gaat het vooral in de ochtend veel regenen. Het wordt bewolkt, maar in de middag kan er af en toe de zon doorkomen. Het wordt zo'n 14 graden overdag en 9 graden in de nacht. Donderdag wordt het zonniger en gaat het niet regenen. Het wordt 19 graden overdag en 10 graden in de nacht. Tot zover het Heuvelland nieuws voor dit moment. Morgenavond om 7 uur zijn we er weer. Wilt u nou altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit uw buurt in het Heuveland? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of download onze app. Ik wens u nog een hele fijne avond.